I sing my song, this is my life, yeah. I'm doing this alone, 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 alone. Als je denkt aan wat misschien wel de mooiste muziekstad van de wereld is, dan kom je al heel snel uit bij Nashville. Nou, Nashville staat centraal in een theatershow, Nashville, Tennessee. En daarin zingt een bekende uit de regio. En dat is Rachel Kramer. Rachel zit hier. Rachel, we hebben je een tijd niet gezien. Ja, ik ben een tijdje weg geweest. Ja, goed. Ja. Heel goed zelfs. Jij bent natuurlijk echt van Nashville. Volgens mij is dat jouw favoriete stad, toch? Ja, ik wilde er heel graag wonen de laatste keer dat wonen. Ik er was. Ja, wonen zelfs. Ja. Hey, ik zei net, het is een muziekstad. Wat is er zo bijzonder aan Nashville? Het ademt muziek. Mm-hmm. Het is, iedereen speelt muziek of zingt of maakt muziek of zit in de studio. En het is wel degene die je koffie brengt of de taxichauffeur. Ja. Je denkt automatisch aan country, maar er zijn alle soorten stijlen daar te vinden. Dus ik ben daar echt, naast dat ik in de studio mocht werken, ook echt gewoon naar alle kroegen en tenten geweest om gewoon muziek op te snuiven. Super inspirerend eigenlijk. Ja, echt heel erg. En als je dan aan die muziek denkt, dan denk je eigenlijk aan zangeressen die zingen met een snik. Ja. Heb jij dat ook onder de knie? Ja, maar als je daar dan bent, dan valt het altijd weer reuze mee. Wij hebben natuurlijk echt een beeld van dat het echt iedereen in cowboy boots met hoed, ja. Maar dat is het helemaal niet. Alleen wat het me wel gebracht heeft, is dat ik dacht, I'm very lucky. Omdat het daar nog veel heftiger en moeilijker is om aan de bak te komen. En ik mag er toch wel van leven. Dat zie jij daar. Ja. Ja. Dan ga je optreden in Spijkenisse. Nou, dat is echt duizenden kilometers ver weg. Hè. Nashville is heel ver weg. En toch krijg je die sfeer van Nashville. Oh, zeker. In Spijk. Hoe ga je dat doen? Ik doe het niet alleen. Ik doe het samen met Jordan Mallory. En zij komt ook uit Nashville. Ik heb haar daar ook leren kennen. En Willem van der Vliert. Wim van der Vliert, sorry. En Wim is eigenlijk een oud collega van Ilse. Dus het is echt het ademt country. Leon, de toetsenist en muzikanten, die komen eigenlijk allemaal uit. Die zijn er volgens mij ook allemaal geweest. Mm-hmm. Het wordt echt een avondje waar je nog net geen kampvuurtje bij wil hebben. Een avondje naar Amerika dus. Ja. Een avondje Nashville. Gewoon in Spijkenisse. Dit weekend met Rachel Kramer.